Welkom bij Huizenjacht. Vandaag ben ik op pad met René en zijn vriend Laurens op zoek naar een mooi appartement voor René in Almere. Op dit moment woont René nog in het oosten van het land, maar hij is piloot en wil dus dichter bij Schiphol gaan wonen. Zijn budget is 175.000 euro. En voor dat geld zoekt René een huis dat 80 vierkante meter of meer is, twee slaapkamers heeft, een open keuken en een balkon. René, jij bent piloot, dus het is belangrijk voor jou, neem ik aan, dat je dicht bij je werk zit, hè? Ja, dat klopt. Maar waarom Almere? Nou, Almere biedt veel huis voor een betaalbare prijs. En het is lekker dicht bij Schiphol, half uurtje rijden maar. Half uurtje rijden, en dat is in tegenstelling tot nu, want waar woon je nu? Ik woon nu in Ruurlo, in de Achterhoek. En dat is, als het rustig is, anderhalf uur rijden. Nou, staat er een prachtige jongen naast je. Laurens, ja. Jij gaat ook mee op huizenjacht vandaag met René. Jullie zijn een setje, maar jullie gaan niet samen wonen. Hè? Wat ga jij precies vandaag doen? Ik assisteer hem bij het vinden van een mooi huis. Ja, ja, dat is toch altijd leuk als je ook een mening van iemand anders erbij hebt. Hebben jullie een beetje dezelfde smaak? Ja, dat geloof ik wel. Ja. Het is wel redelijk op één lijn. Ja, de meeste dingen wel. Ook niet onbelangrijk. Ik denk dat we er klaar voor zijn, jongens. Ja. Laten we op huizenjacht gaan in Almere. Ik ben benieuwd. Ja. In Almere bekijken we vandaag drie appartementen. Een ruim voormalig huurappartement met uitzicht op de haven van Almere Stad. Een appartement midden in het centrum van Almere Stad voor 152.500 euro. En de laatste is de duurste, maar ook de meest luxe en staat in een wijk net iets buiten het centrum. Bertram, super dat je er weer bent, al is het om mij uit de wind te houden. Je gaat natuurlijk vandaag een ontwerp maken van een van de huizen. Waar ga je nou voor René specifiek op letten vandaag? Nou ja, René die is natuurlijk heel veel van huis. Dus ik vind dat als hij een plek heeft waar hij thuis komt, dat hij zich ook echt helemaal thuis moet voelen. Dus het liefste iets wat we helemaal gaan verbouwen, helemaal naar zijn eigen zin maken. Nou René, staan we dan. Het is echt prut weer, dus laten we zo meteen snel naar binnen gaan. Maar voordat we naar binnen gaan, wil ik jullie in ieder geval meegeven dat de vraagprijs voor dit appartement 146.500 euro is. Dat valt mij. Dat is al een heel goed begin. Ja. Laten we snel gaan kijken, jongens. Ja. Oh, vreselijk. Het is nummer 61, dus we moeten die gang in. Nou, na een hele lange wandeling, jongens, zijn we er bij nummer 61. Spannend, hè? Nou, René en Laurens. De hal met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deuren. Weet je? 8, 9 eigenlijk officieel. Nou ja, goed. Heel wat deuren, ja. Laten we maar beginnen bij het begin. Deur 1. Deur nummer 1. Zo. Het is best wel ruim. Ja, zeker. Mooie keuken. Dat ziet er goed uit. Ja, is dat belangrijk voor je keuken? Keuken is heel belangrijk. Ja? Ja, ik hou heel erg van koken. Dus dan wil ik ook wel een ruime keuken hebben waar ik veel mee kan doen. En de keuken moet wel het middelpunt van het huis gaan worden. Aha. Dan moet jij natuurlijk even kijken of er mogelijkheden zijn. Want als we hier in deze ruimte staan, ik zie daar meteen een soort hoekje naar. Wat is dat? Een kamertje geweest, denk ik? Ja, dit is denk ik een slaapkamertje geweest. Want daar zit ook nog een deur. Maar dit zou je nu als werkhoekje of zo iets kunnen gebruiken misschien. Hey, en kan dit er ook niet uit? Ja. Als jij heel even zo doorgaat, dan is het er al uit. Ja, nee, want het lijkt alsof het gewoon... Ja. En dan heb je natuurlijk wel een hele grote lim. Ja. Het is het eerste gevoel, jongens. Ja. Ik zie daar wel mogelijkheden mee. Want volgens mij kun je er ook best wel een leuk eilandje misschien nog wel iets mee maken. Of een barretje. Ja. Dus dat iemand erbij kan zitten terwijl ik aan het koken ben. Door naar al die andere deuren in de hal. Wat zou daarachter zitten? Ben jij daar ook nieuwsgierig naar? Blijf dan kijken. We gaan terug naar Almere, waar René een huis probeert te vinden. Hij werkt op Schiphol en moet daar dichterbij wonen dan het huis van zijn ouders in Ruurlo, waar hij vaak is. Zijn vriend Laurens is mee om te helpen. Huis nummer 1 zou erg geschikt zijn, vindt de makelaar. Ik heb het appartement aan de Urkwal voor René uitgekozen omdat het een ruim en licht appartement is, wat geheel nog naar eigen smaak is te moderniseren. Het ligt dicht bij het stadshart. Het heeft een groot L-vormig balkon. De vraagprijs is 146.500 euro. Klein slaapkamertje. Ja. Zou je daar twee persoonsbed in kunnen zetten? Als je hem zo in de breedte zet, dan doe je de deur open en spring je er zo in.
Dus, ja. Maar verder gaat het niet volgens mij. Een beetje krap. Dus ik denk eerder aan een walk-in closet of zoiets. Ja, dat kun je ook doen. Oh ja, dat is een grote slaapkamer. Daar kun je wel een aardig beetje in kwijt. Ja, en een kast ook nog wel erbij. Ja. Hier heeft de kast gestaan, gok ik wat. Ja. Van de vorige bewoners. Ja. Wilde gok, maar ik denk niet helemaal dat het jullie stijl is. Nee. Mag wel iets aan gebeuren. Normaal niet gewoon. Ja. Wat zouden je wensen zijn op het gebied van de badkamer? Bad? Douche? Inloopdouche sowieso. Ja? Een grote inloopdouche. En als het kan ook wel een bad nog. Nog één verrassing. Het balkon. Ja. Nou, pas op dat je er niet vanaf waait. Kijk, ze zijn daar nog druk aan het werk. Dit wordt een heel erg leuk haventje met allemaal bootjes. Je ziet ook die steigers. Dit balkon ligt op het zuidwesten. Dat betekent eigenlijk dat je dus de hele dag zon hebt. Avondzon. Avondzon en middagzon. En je zit, nou ja, dit stukje is al heel erg fijn en met een leuk uitzicht. Maar dan gaan we de hoek om. Moet je eens even kijken. Hoe? Kom maar kijken, jongens. Wat vind je hiervan? Ja, dit is heel mooi. Ik wil wel lekker zitten. Ja, toch? Ja. Ik zie mezelf hier wel zitten dan. Hè? Je hebt hier zoveel ruimte. Ja, ontzettend. En zoveel zon en een prachtig uitzicht. Ja. Ja. Dank je, Bertram. Wat denk jij? Ik zie wel enthousiasme en ik denk ook wel dat ze heel goed beseffen dat er heel veel mogelijk is hier. Nou ja, het aardige is dat er is best wel veel ruimte, dat valt me echt op. Ja. Heel veel licht. Ik vind het balkon geweldig. Cool. En je kan hier gewoon alles naar je eigen smaak maken. Een ruime badkamer, kunnen we wat moois van maken. Keuken, zie ik wel wat leuke dingen mee. Een groot balkon. Een heel groot balkon. Ja. Een zonnig balkon ook, als het weer ernaar is. Ja, wel een hoop pluspunten. Ik vind het eigenlijk wel een heel leuk huis. Ik vind het een leuke plek, leuk uitzicht, heel veel licht. En eigenlijk ook best wel veel ruimte. Alhoewel ik de slaapkamers een beetje aan de kleine kant vind. Ja, en mijn voordeel natuurlijk, je kan hier ontzettend gaan verbouwen. Het budget is er ook naar. Dus ik heb hier eigenlijk wel zin in. Dus huis 1 is groot genoeg en heeft meer dan 2 slaapkamers. Het heeft een open keuken en een enorm balkon. We zijn op huizenjacht in Almere. René wil dichter bij Schiphol wonen. In Almere heeft hij wat vrienden, dus dat is een prima optie. Zijn vriend Laurens komt over een tijdje misschien bij hem wonen en mag vandaag dus kritisch meekijken. We zijn binnen in huis nummer 2 van vandaag. Nou, de hal en eigenlijk de eerste deur die we hier tegenkomen, de slaapkamer. Nou, dat is best wel groot zo, toch? Ja. Ja. Een bouwkast. Ja, dit is gewoon een lekkere ruimte. Het is eigenlijk voor een slaapkamer precies groot genoeg. En wat ik op zich wel leuk gedaan vind, moet ik zeggen, is zo'n achterwand een kleur geven. Daar het bed tegenaan, ja. Ja, dat ziet er prima uit. Ja. De open keuken. De keuken valt gelijk wel op, hè? Maar positief of negatief dan? Ja, je kunt hier wel mooi iets creëren, denk ik. Maar de huidige keuken vind ik niet zo mooi. Ik vind zo'n houtstructuur vind ik niet echt wat hebben. Dat glas vind ik nog wel oké. Okay. Ja. Maar ook niet dat ik zeg van nou, dat vind ik heel mooi. Nee. Maar loop er eens in, want aan de andere kant is het weer heel anders. Ja. Dat is een beetje gek. Ik vind het wel hele bijzondere kastjes, maar ik had het zelf niet gekozen. Met andere woorden, die gaat eruit. Ja. Hup, eruit. Hoe voelt dit aan zo? Het is een stuk krapper dan het vorige huis. Ja. Ja, en ik vind ook die vloer zo in de lengte, die benadrukt eigenlijk ook wel dat het wat smaller wordt. Dan kan je hem beter in de breedte leggen. Dan geeft hij wat meer body in de breedte. René en Laurens. Ah, dit is wel een stuk krapper. Houdt niet echt over. Nee. Ja. Moet je in het bad douchen. Ja. Wat de eigenaresse mij vertelde, is dat de meeste mensen die deur dicht hebben gemaakt, waardoor de ruimte gewoon anders verdeeld is. Ja. En nu, je hebt het wel 2 spoelbakken en een wasmachine in de, maar dat is meteen maakt dat het allemaal wel gewoon heel vol. Nou, met name dat je de diepte van die hele wasmachine nu eigenlijk als blad hebt. Ja. En dat komt gewoon erg die ruimte in. Ja. En voor de rest is het alleen maar een doorloop en nu inderdaad een bad. Dus daar kan je echt wel wat mee doen waardoor het een stuk beter wordt. Ja. De logeerkamer. Ja. Ja. Klein. Maar voor een logeerkamer is het wel goed, hoor. Ik heb nog wat rommel kwijt. Nou ja, dan is het natuurlijk toch nog iets wat wel belangrijk is. Een lekker buiten. Lekker buiten. Ga het maar verkennen met z'n tweetjes. Dan moeten we even omlopen. Via de woonkamer dan kun je moet je wel omlopen. Ja, dat wel. Wie gaat het doen? Kijk, ik
Ik zie René in iedere ruimte waar hij komt zich alleen maar binnen doen. Het is te klein. Ja, en dat is eigenlijk een raar gevoel. Want die ruimtes zijn inderdaad allemaal wel een beetje aan de kleine kant. Maar het is niet zo dat het heel dramatisch is. Maar het is gewoon net. Het is niet hun ding. Die keuken is het net niet. Die badkamer is het net niet. Nee. Volgens mij. En ik moet je eerlijk zeggen. Dit is niet buitenruimte. Ook maar heel klein. Ja. Dit gaat niet worden, volgens mij. Het is een beetje aan de krappe kant, hè? Ja, het houdt niet over. Het is, de badkamer is wat krap, de keuken. Als je daar iets leuks van wil maken, heb je ook, is de ruimte ook niet heel groot. En je levert toch wat in. En je hebt geen parkeerplaats. Ja, het is wel midden in het centrum. Het is wel weer positief. Dat is wel erg leuk. Ja. Huis nummer 2 is 85 vierkante meter, maar het voelt krap. Het heeft 2 slaapkamers, een open keuken en een klein balkon. Maar goed, het is dan wel midden in het centrum.